Tjerp Gomez, hier in Herten is het wat anders dan gewoon thuis in Venlo, hè? Jazeker, het is anders. Maar ja, je krijgt weinig mee van de omgeving, omdat je vooral in de kamer zit. Of je bent aan het eten, of je bent aan het trainen. En we zijn er ook niet zo lang, dus daarom zie je eigenlijk weinig van Herten zelf. Is het wel relaxed om met de hele groep een paar weken voordat jullie weer beginnen bij elkaar te zijn, de hele tijd? Nou, niet de hele tijd. Het is maar 4 dagen. En in principe ken je elkaar al goed. En er zijn weinig nieuwe jongens bijgekomen, 2 stagespelers. En het is natuurlijk altijd goed voor de teamspirit om bij elkaar te zijn de eerste paar dagen. Die stagejongens, hoe doen ze het? Tot nu toe doen ze het goed. Allebei spelen ze linksback en daar moeten we wel versterkt worden. Dus tot nu toe wat ik nu heb gezien zijn het wel aardige spelers. Ja, want voor jou is dan natuurlijk ook nieuw, zo'n andere jongen op die linksbackpositie. Maar bevalt het? Nou, we hebben natuurlijk nog geen officiële wedstrijd gespeeld. Die spelen we pas zaterdag. Dus, en wedstrijden zijn natuurlijk anders dan trainingen. Dus zaterdag zullen we het zien. Jullie zouden eigenlijk ook in Herten trainen, maar jullie hebben toch straks in de Kool getraind. Hè? Waarom was dat? Ja, gisteravond waren we op het velddag geweest en het zag er niet best uit. Dus hadden we met z'n allen besloten, samen met de trainer natuurlijk, om gewoon bij VVV te trainen, waar het veld wel ietsje beter was. En wat is de planning nog voor vandaag? Vandaag, nu zouden we even lekker rusten en daarna zouden we lekker gaan tennissen en zwemmen en dat soort dingen. En vanavond gaan we lekker uit eten met z'n allen. Dus even afschakelen? Ja, even rust en ontspanning. Geniet van je rust. Dankjewel. Moreno, hey, goedemiddag. Hier woon jij. Ja, klopt. Met mijn maatjes, hè. Ja, laat het zien dan. Ja, kom maar binnen. Ja, we waren net een potje aan de kaarten. Dus, kaarten, in welk spel doen jullie? Tricky Mickey. Tricky Mickey, leg eens uit. Ja, dat is een verzonnen spel volgens mij door Pim Balkenstein, die hier heeft gespeeld. En het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je moet als het ware de laagste kaarten moet je overhouden op het einde. En ja, het is de bedoeling dat je steeds hogere kaarten opgooit dan de tegenstander als je die hebt. En als je dat niet hebt, dan moet je je laagste kaart weggooien. En je mag ook paardjes maken, dus als iemand 2 opgooit, moet je ook 2 van dezelfde opgooien. Maar als je er niet hebt, dan moet je dus je laagste 2 weggooien. Dus ja, op zich wel een eenvoudig spel denk ik als je het door hebt. Wie is hier de Tricky Mickey kampioen? Aan deze tafel denk ik Seun. Seun of God. Seun of Tricky Mickey. Ja, klopt. Kan niet ontkennen. Want wat maakt jou zo beter dan? Ja, de meesten lopen 1-2 stappen vooruit. Ik sta meestal 3-4 stappen vooruit. Zo doe je dat dus. Ja. Verder naar het fysio-gedeelte. Sorry. Als hij er is. Valk! Hij is er niet. Maar hier is de fysio. Hier staan Harold en Valk zich dag in dag uit ons te masseren. Maar resultaat mag er zijn. Geen blessures dus. Moreno, aangezien jij degene bent die geblesseerd is, ben jij hier het vaakst waarschijnlijk? Ja, in die zin, ik ben hier wel regelmatig, ja. Ja, maar wat wordt dan met jou gedaan hier? Want er staat een hele tafel vol met spullen, vertel eens. Ja, sowieso, al ben ik fit, dan wordt sowieso met beide enkels getaped. Dat is van meerdere jongens, dus we zijn hier ook voor het tapen natuurlijk, voor de training en wedstrijden. En ja, met name de behandelingen van Valk zelf of van Harald, het losmaken van de spieren of het mobiliseren van de heup of en dat soort dingen wordt hier eigenlijk gedaan. Guess who's back? Guess who's back? Back my friend. Vito van Krooi. Daar is hij! Het grootste talent van Venlo! Vito van Krooi!
Welkom bij het Forumhuis. We zetten eerst even de knop uit. Voor een donkere gebeurtenis. Goedemiddag! Joey Slegers, Vincent van der Bogart en Jules Respe. Het is vrij donker. Ja. Dan zijn we... Wat gebeurt er met stroom eigenlijk? Bij ons net ook al, man. Ons potje FIFA is nou afgelopen. Serieus? Ja. Bij ons valt net ook stroom uit. Waarom zijn we maar gaan interviewen? Ja, maar nou jullie zin op trainingskamp? Ja, wij hebben nou een zin. Jullie ook? Ik stel graag de vraag. Ja, wij hebben dan zin. Moet je even een vraag ook nog? Jij ook, Vincent? Ja, zeker. Ik heb daar mijn zin. Hoe voelt het om weer terug te zijn bij het eerste elftal? Ja, lekker. Dat doe je het voor. Ja. Mooi. En wat zijn je ambities voor het tweede seizoenshelft? Ik ga mijn best doen gewoon op trainingen. Hopen dat ik bij de A1 goed speel en dat ik snel ook bij het eerste mag. Dat is een mooie ambitie en hopen dat we je op de bank en met een invalbeurt kunnen zien. Het tweede seizoenshelft. Ja, ik vind dat wel heel mooi, want dan zit ik daar en dan hoor ik die woorden en dan voel ik me steeds een beetje kleiner worden. Want het laatste wat ik wil doen is hier gaan staan en jullie gaan vertellen van jongens, wat jullie ben. Helemaal niet. Maar dat je het al gewoon bijvoorbeeld al zo zegt, Maurice, top. Die nooit van hebben gehoord en dan zeggen, ik heb even van spreken. Ja, weet ik veel wie dat is, even van de Marokkanen. Zegt onschuldig dat ik langs heb gezeten. We moeten daar nog mee, weet ik veel. Dus die sceptici komt nog altijd tegen, maar ik snap het. Dat is mij dat nooit zo overkomen en Maurice zou tegen mij zeggen, ik heb nou het Gries Ali, was zo'n jongen. Hij heeft bij mij getraind, altijd netjes, maar nu zit hij in Turkije. Hij heeft 5 jaar gekregen, heeft niks gedaan, heel erg, maar toch zit hij in de gevangenis. Waarschijnlijk met mijn opvoeding, met mijn Nederlands rechtsdenken, maar waarschijnlijk tegen Maurice gezet zonder deze ervaring, Maurice, dat kan niet zomaar. Hij zei, Ali is dan waarschijnlijk niet zo'n lieve jongen, heeft waarschijnlijk stomme keuzes gemaakt, maar in ieder geval, waar rook is vuur. Waarschijnlijk zou ik zo hebben gereageerd, maar als jij de buitenwereld snapt, in plaats van zielig doen, voor de buitenwereld al zielig ik. Nee, we kunnen ook anticiperen. En zo, ik ga bepalen. Hallo, welkom bij VVTV. We zijn hier met Jozef Oubalkas. Hij heeft ons net een lezing, verhaal verteld van zijn levensverhaal. We zijn geïnteresseerd in zijn verhaal en vragen namens ons VVV. Wat jij denkt over te brengen met jouw verhaal naar onze selectie? Ja, wat ik denk over te brengen is vooral geloof in jezelf. En vooral dat doorzettingsvermogen wat betreft wat er ook gebeurt. En wat de media of de buitenwereld ook zegt, dat je gewoon altijd gewoon je eigen plan trekt en je eigen spel speelt. Want het gaat om jullie, het gaat om het team. En uiteindelijk boeit de rest gewoon niet. Doe gewoon jouw ding, wat jij wilt. Oké, mooi duidelijk antwoord. Wij hebben natuurlijk ook met de media te maken als spelers van VVV. Het zijn niet altijd leuke dingen. De Limburger, soms schuizen positief, soms minder positief. Bij jou het verhaal met AZ over de ex-gevangenen, Dat raakt ons ook wel, vind ik. Mij persoonlijk wel. Maar hoe denk je dat dat bij de jongens overkomt? Dat er bij jou dan een ex-gevangene in de krant staat? Ja, kijk, daar stond omdat natuurlijk AZ toen won van PSV, die bekerfinale. Dat dan staat ex-gevangene. Hè? Want zo wordt er toch naar gekeken. En dan is het toch altijd de vraag van, heeft hij het wel gedaan, niet gedaan? Maar uiteindelijk, hoe mensen reageren, daar heb je geen invloed op. In de zin van, je kan gewoon jezelf zijn en het gewoon uitdragen zoals jij het doet. En hoe mensen daarop reageren, moet je lekker bij hen laten. Dus of mensen mij nou geloven of niet, ik zal voor mijn hele leven een ex-gevangene blijven. Heb ik mee zien te dealen hoe de media op jullie reageert als spelers. Ja, daar heb je mee zien te dealen. Laat het jou raken en laat het jou daardoor ook leiden. Waardoor je misschien minder gaat spelen, waardoor dat allemaal in je achterhoofd gaat zitten. Ja, dan ben je denk ik persoonlijk niet goed bezig. Want dan gaan zij bepalen. En wat ik mensen graag wil laten zien, is dat uiteindelijk jij altijd bepaalt. 100% jij bepaalt welke koers jij loopt, wat ze ook voor over je zeggen, want dat heeft geen waarde. Het heeft helemaal geen waarde. Het enige waarde is die mensen die in jouw omgeving staan, die jij kunt helpen, direct kunt helpen en hoe jij in het leven verder staat. Ja, dat heeft echt de waarde. De rest allemaal bijzaak. Oké, dan sluiten we hierbij af. Mooie woorden. We moeten het met VVV zelf gaan doen om kampioen te worden. Dat wil ik tenslotte zeggen. Wij danken namelijk VVV en de omgeving bij Venlo jou hartelijk voor je verhaal. En heel veel succes verder met jouw lezing en je verhaal. Yo, cool. Het voetbal is maar ook.
TV begon. We leren het ruimen in de kraal. Oh, goed dan winnen.